In een spectaculaire wedstrijd heeft Heijs vanavond tegen het sterke Belgische Luik met 3-2 gewonnen. In mijn ogen de allerbeste wedstrijd van Heijs tot op heden. En een dik verdiende overwinning, want die gasten hebben ook zoveel kansen gehad. En vlak voor tijd werd er zelfs 2-1 voor de Belgen. Maar ik heb er eigenlijk weinig woorden voor. Denk een dik tevreden coach naast me. Ja. Ik heb net ook tegen de jongens gezegd, dat is, dit jaar doen we het in het Engels, maar ik heb net gezegd, dat is een mooi potje. Ja. Ik mag je zeggen, we hebben op de tribune zitten genieten van de inzet en ik dacht in de tweede periode, we zijn conditioneel denk ik 3 klassen beter als die gasten. Nou, wij hebben het in de fase in de derde periode hebben we het eigenlijk alleen echt moeilijk gehad. En toen vonden zij ook de 1-1 in de 2-1 voorsprong. Toen hebben zij denk ik een periode van 4-5 minuten hadden zij de overhand. Maar als je over de hele wedstrijd kijkt, denk ik wel dat wij de verdiende winnaars zijn. Terecht, het is 2-1. Hun krijgen een uitgelezen kans op 3-1. Zoals wij ook heel veel kansen hebben gehad. Maar dat pukkie vliegt denk ik 1 centimeter naast. En de tegenaanval, de attack, scoort steeds de 2-2. Is dat de ommekeer denk ik geweest? Nou ja, het is, nee, kijk. Wat heel erg goed ging was dat we rust hadden in de bank. Iedereen speelde daarin en speelde mee. We kunnen met 3 lijnen blijven gaan. En Stace heeft gewoon vooralsnog een heel goed seizoen. En geeft het team energie. Ook als hij niet goed speelt, werkt hij altijd heel erg hard en geeft hij het team energie. Maar hij speelt nu ook gewoon heel erg goed. Maar toen merkte hij ook dat het publiek erachter ging staan en dat doet ook altijd nog wel iets met het team, ook als je moe bent. Dus dat viel natuurlijk wel op een goed moment. Als het 3-1 wordt is de wedstrijd gespeeld. Ja, want we winnen nu wel van een hele sterke tegenstander, hè? Ja, echt een mooie ploeg. Paul heeft ze prima in structuur, ze zijn gedisciplineerd, ze voeren met een bepaalde rust uit wat ze trainen. En ben ik zeer van onder de indruk. Ja, goede ploeg. Dan wat anders. Wat mij opgevallen is, tot op heden dan, de wedstrijd die we nu gespeeld hebben, u varieert constant met de, als we een overtalsituatie hebben. Is dat bewust? Ik varieer waarmee? Met de samenstelling waar we de powerplay mee spelen. Oh, maar wij hebben natuurlijk sinds maandag Jeffrey Melisand daarbij. Dus dat doet iets met de verhoudingen binnen het hele team. En dus ook met de powerplay. Nou, we hebben geen enkel probleem met het vak inkomen. Onze zone entries zijn gewoon heel erg goed. Maar in het vak zijn wij nog niet creatief genoeg. Nou, met Jeffrey Melisand daarbij krijgen we meer creativiteit op die powerplay. Maar dat betekent ook dat de samenstellingen anders worden. Maar de samenstelling is ook anders vandaag in de lijnen. En Johan is vooralsnog daar een beetje het kind van de rekening van. Ja. En u noemt de naam Jeffrey Melisand. Ja. Ik vond hem fantastisch vanavond. Ja, Jeffrey is een hele goede ijshockeyer. En ik kende Jeffrey niet zo heel erg goed, behalve als tegenstander. En dus in het afgelopen jaar zat hij bij Oranje in het WK. Ja, en vaak heb je een beeld van iemand als tegenstander. En dan krijg je een beeld van iemand als die bij jou in het team speelt. En Jeffrey is gewoon een hele goede ijshockeyer. En ik heb zelfs bij Bo Super aangegeven dat. Als ik hem zou zijn, ik hem bij het Oberliga team zou hebben gehaald. Nou, daar, ik weet niet helemaal of dat ook Jeffrey zijn ambitieniveau was. Of dat ze daar niet uit zijn gekomen. Maar ik vind het een hele goede speler. We zijn in de zomer ook met hem bezig geweest. Toen is de samenwerking niet gevonden. Maar nu gelukkig wel. Wat was de beste periode van ons? Tweede. Met name richting het eind van de tweede. Misschien wel de beste shift was gewoon de laatste shift van de tweede periode. Want toen was de motor aan en toen kwamen ze eigenlijk ook niet meer uit het vak. En dat probeerden ze wel met een lange paas. Maar dat was meer op hoop. Daar zat energie in. En qua uitvoering was dat goed. 5 seconden langer scoren we daar waarschijnlijk ook. En dan gooien wij die wedstrijd daar in het slot. Maar alle credits ook aan Luik, wat ik zeg. Prima, prima ploeg. Die gaan echt meedoen dit jaar. Maar wel, ik denk dat we verdiend hebben gewonnen.
Ik hoorde een hele tevreden trainer. We hebben 6 punten uit 2 wedstrijden. Ik denk dat we een fantastische start hebben gemaakt in de Beneliga. Vooralsnog, succes morgen in de bekercompetitie wedstrijdje tegen Heerenveen. Een goede reis daar naartoe en ik hoop dat je heerlijk weer wint. Ja, hopen wij ook. Dankjewel. Naast me staat onze nieuwe aanwinst. Vanavond zijn eerste wedstrijd gespeeld. Jeffrey Melisand uit Tilburg. We willen Jeffrey natuurlijk van harte welkom heten in Den Haag. Maar ik heb als Hagenaar of als ijshockeyliefhebber toch eerst even een vraag van hem, aan hem. In onze ogen is Tilburg het bolwerk van de Nederlandse ijshockeysport. Waarom gaat een Tilburger nu in de Randstad spelen? Of dat deed hij vorig jaar ook al. Wat is daar de reden van? De reden dat ik hier naartoe ben gegaan is omdat ik heb vorig jaar Zoetermeer gespeeld. Dat is één, omdat Oberliga, daar gaat zoveel tijd in zitten en ik werk gewoon fulltime. Dus vandaar dat de keuze op Zoetermeer was gevallen. En dit jaar eigenlijk terug in Tilburg. En ja, ik had eigenlijk niet echt helemaal naar mijn zin. En toen kwam dit op mijn pad en heb ik voor dit gekozen. En vorig jaar was er natuurlijk ook al een beetje sprake van dat je hier misschien heen zou komen. Ja, ik heb in de zomer met Angelo en Chris gesproken. Toen was het net niet en nu was het wel. Als Heijs fans, even een vraagje, wat zijn je specifieke eigenschappen? Op het ijs? Ja, uiteraard. Ik denk dat ik een slimme speler ben die anderen voor de goal kan zetten. En ik denk dat ik daar eigenlijk wel moet doen. En dat mijn lijngenoten de pucks erin moeten gaan schieten. Ik ben meer een jongen van de paas dan een jongen van de goal. Ik kan je herinneren dat je vanavond wel een doelpunt scoorde? Ik had vanavond een doelpunt en een assist inderdaad. Het was een hele mooie goal ook trouwens. Ja, hij zat er goed in. Ik kreeg de puck van Philip en ik schaatste tegen draad en ik legde hem laag in de hoek. Maar, goeie goal. Hey, wat is de eerste indruk? Je hebt het team natuurlijk al meer gezien, maar zo na deze week van het team? Het zijn allemaal geweldige gasten. Ik ken natuurlijk veel jongens van het Nederlands team en ik zeg al, het is de eerste week dat, dat ik mee heb getraind. Philip die heeft deze week eigenlijk maar 1 training meegedaan, die had een beetje last. Dus ja, we zijn even wennen aan elkaar en dan denk ik dat het helemaal goed gaat komen. Dan wat mij vooralsnog een beetje interesseert, hoe heb jij de wedstrijden Heijs Tilburg en de wedstrijden Tilburg-Heijs beleefd in het verleden? Voor mij zelf waren dat de mooiste wedstrijden, omdat er zat de meeste strijd in. Er waren toch de teams die uiteindelijk voor het kampioenschap gingen. Dus ja, als ijshockeyer speel je voor zulke wedstrijden en dat is het mooi als je wint. Dat gebeurde ook wel eens dat wij wonnen natuurlijk. Ja, dat zeker weten. We hebben ook een paar keer verloren inderdaad. Maar het kwartje kon allebei de kant op en dat was het mooie van die wedstrijden. Dus, het is jammer dat hij aan de ene kant dat hier niet meer is. Of ja, althans niet meer tegen het eerste team eigenlijk van Tilburg. Maar de Beneliga vind ik een leuke competitie om in te spelen. En ik denk dat er leuke teams in zitten, ook veel teams. Dat is ook wel weer eens een keer leuk, in plaats van elke keer tegen dezelfde te spelen. Dus we gaan een mooi seizoen van maken. Ja, dat is duidelijk, want dat hebben we vanavond wel gezien. Het publiek ging erachter, wat hier ook zeldzaam is. Maar aan welke herinneringen beleef jij je best herinneringen? Of nee, aan welke wedstrijd of moment in de ijshockey gebeuren beleef jij je best herinneringen? Voor mij persoonlijk was dat de bekerfinale tegen Eindhoven met Trappers. Toen scoorde ik de winnende goal en dat is toch mooi als je dan daarmee een prijs pakt. Hey Geuzert, bedankt dat je hier wilde zijn. Heel veel succes dit seizoen bij ons en wil je nog eventueel wat kwijt? Nee, ik heb verder niks te melden. Tevreden Jeffrey. 3 punten, dus altijd goed. 2 wedstrijden, 6 punten. We gaan er even een nemen. Zeker weten. Hey, bedankt. Naast me, en dat mag ik toch wel met gepaste trots zeggen, staat de Dirk uit van Heijs. Onze beul achterin, de rots in de branding. Ik heb het vorig jaar denk ik ook al tegen hem gezegd, maar het blijkt steeds meer en meer dat Bas wordt steeds beter. Hoe kan dat, Bas? Ja, is dat het werk van Chris? Ik weet niet of ik steeds beter word, joh. Ik kan je mededelen dat je steeds beter wordt. Er blijven altijd schoonheidsfoutjes in zitten, maar dat heeft denk ik iedereen. Maar wij zitten niet meer in de war als Bas hier op het ijs staat. Nee, dankjewel. Ja. Nou ja, goed. Gewoon zorgen dat je hard traint en gewoon goed doet wat de coach zegt. Hè. Het systeem volgen, dan zit je goed. Ja. Tevreden over je eigen spel van vanavond? Ja, op zich wel. Op zich wel. Ja, het was op zich wel een prima pot, denk ik. Ja. Beschrijf jij je gevoelens eens over de eerste, tweede en derde periode?
Nou, de eerste periode was een beetje chaotisch. We speelden wel vol passie en overgave. Maar dan zie je dat we de kleine dingen toch niet helemaal juist doen. Dat wordt even rechtgezet in de tweede periode. Dan pak ik het wel weer goed op. Kregen we toen een goal tegen of was dat nog de derde periode? De derde periode kregen we. Ja, de derde periode kwamen we helemaal. Zetten we echt een stap erbij. En dan was het zonde dat hij dan toch aan de andere kant viel, ondanks de vele kansen die je krijgt. Ja, nou goed, dat hoort erbij. Maar dat is ook de kracht van dit team. Hè. Dan... Leuk dat het publiek erachter ging. Ja, natuurlijk. Als ze gaan juichen, dan is het hartstikke leuk, joh. Wat ik zeg, dat is de kracht van dit team. Hè. Dat uit de meest onmogelijke positie toch weer terugkomen en gewoon terugveren. Laten we het eens over die Belg hebben. Ja. Een geweldig team in mijn ogen. Ja, snel. Leuke spelers tussen zitten. Ja. Ja. Jij bent verdediger, altijd verdediger geweest? Of heb je ook al in de aanval gespeeld? Nee, altijd verdediger geweest. Ja. En als ik zeg, jij hebt denk ook een fulltime baan. Noem jij eens een dag, mogen wij eens genieten of meebeleven hoe jij een dag beleeft met het werk en je trainen en het hele gebeuren op de maandag of op de vrijdag? Zeg maar, hoe ziet een dag van Bas Britsga eruit? Zeg maar? Dat is een wereld van verschil. Of je, dat is ochtends tot 's avonds is dat gewoon mijn werk. En 's avonds zet je een knop om. Ja. En dan ga je trainen. En dan is het eigenlijk de dag opgebouwd bij mij uit drie onderwerpen. Dat is slapen, hockeyen en werken. That's it. Ja, maar dat vraag ik natuurlijk. Omdat dat zo bijzonder is natuurlijk. Want jullie bedrijven, er komen elke week natuurlijk 1500 man kijken natuurlijk. En die denken natuurlijk, maar jullie hebben er gewoon nog een fulltime baan naast ook natuurlijk. We zijn gewoon amateurs, ja. Dus dat is even het schitterende van dit. Hey, maar jij speelt met nummer 74, de vraag aan de meeste natuurlijk. Ja. Is daar een speciale reden voor? Nou, eigenlijk is mijn nummer 7. Maar vorig jaar heb ik een gentleman's agreement zeg maar, met Ellen gemaakt. Ja. En gezegd, nou goed, vorig jaar mag jij nummer 7 houden. En, ja, ik ben nog steeds. Ja, joh, ik vind het ook goed. Joh. Dat is ook, Maar waarom speelde je dan met nummer 7? Ja, dat is gewoon mijn nummer. Dat is gewoon een keuze, dat is gewoon een gevoel. En dit nummer heb ik eigenlijk gekozen omdat 74 is 7 april. En dat is de geboortedag van mijn dochter. Dus vond ik wel mooi. Ik heb eindelijk eentje die een goed antwoord erop geeft. Ja, ja. Hey, Geus, bedankt. Ik moet je zeggen, het publiek geniet ontzettend van je. En we zijn... geweldig blij dat je bij ons in de verdediging staat en het zo goed doet. Succes de rest van het seizoen. Dankjewel.